I'm a fast doer. Hele goedemorgen. Weer bij een nieuwe video van de serie Knippie Knippie Kuipers on Tour. Wij hebben het eerste bakje al gehad. We zijn in het Immink Café. Samen met Paul Immink zelf. Goedemorgen. Bakje hebben we op. We gaan beginnen met de 164. Niet met een vracht, maar gewoon omdat het leuk is. Paul heeft een dikke hobbyauto, dus de 164 Scania. En daarna gaan we rijden met een DAF. En daar ga ik nog veel meer over vertellen, want daar hebben we echt een topritje mee. Daar gaan we, de eerste meters. De directeur zelf even laten zien. Want de chauffeur is zijn eigen auto, die kan er al het beste rijden. En ik, nogmaals, ben altijd vrij voorzichtig met allemaal spullen. Dat is altijd goed, hè? Ja. Dus nu even laten zien. Onder het tunneltje door. Lopperee! De 164, het speelgedeelte, staat weer in de schuur. We gaan dus nu naar Harlingen toe. Daar gaan we laden. Vanaf de boot, super tof. Daar ga ik jullie nog veel meer over vertellen. Maar we gaan. Paul, we zijn over de Afsluitdijk heen. We gaan richting Harlingen. En wat is dan een beetje de bedoeling? Richting de haven. We gaan naar de haven van Harlingen. Daar komt straks de Ierse 18. De Johannes komt straks binnen. Ja, daar gaan we zo over wat meer over vertellen. Want die kan je dus volgen met een app. Ja, je hebt een Shipfinder app. En dan kan je elk schip, kan je er, als je de naam opzoekt, dan kan je gewoon zien waar het schip is. Dus dan kan je een beetje inschatten hoe laat hij de haven binnenkomt. Ja, dus daar zijn we nu aan het kijken en ik zat net ook al even mee te kijken, maar je ziet zoveel boten varen dat je denkt dat de halve Noordzee leeg is, maar er zit genoeg vis. Zitten er nog genoeg. Ja, en op het beeld zien we ook een heel klein beetje een hoofd. En kan je ook daar meer over vertellen? Dat is Padre Pio. Tegenwoordig is het San Pio, want hij is in 2006 heilig verklaard. En dat is een beschermheilige voor het vervoer, dus een beschermheilige voor de reizenden. In Italië zie je hem ook heel veel. Oké. Dus die heb jij al jarenlang in elke auto op je dashboard? Die heb ik vanaf mijn eerste auto en die is constant overgegaan in elke nieuwe auto. En ik heb er nooit een ongeluk gehad, dus het zal wel iets goeds betekenen. Ja, echt zo ja. Dus hoeveel kilometer heeft hij al een beetje meegereisd? Nou, het zal toch wel ergens tussen de 2 en 3 miljoen kilometer in zitten. Ja, lekker.
Nou, we zijn op tijd. De boot komt er nu al aan. Ik zie hem al aankomen. Op de app kunnen we precies bijhouden waar de boot vaart en welke traject die allemaal afgelegd heeft om de mossels te vangen. Ik wou zeggen vis, maar het zijn allemaal mosselen. Dus de boot die komt er nu aan. We gaan alles ready maken om te laden. En dan één groot feest. Schitterend! De boot ligt er klaar voor. We hebben de wagen ook klaargemaakt. Omdat ze worden met de kraan van de boot afgetild. En omdat we nu niet door hoeven te laden. Want normaal gesproken doet Paul, laat hij alles op zijn laadklep. Vervolgens de aanhangwagen eraan. Dan alles overladen van de motorwagen in de aanhanger. Maar nu is het zo dat het kan meteen op de klep. Aanhanger voorrijden, motorwagen voorrijden. Alles weer aan elkaar zetten. En dan kunnen we rijden naar Zeeland. Dus dit is top. Dit is het andere laadruim, ook voor nog een andere vrachtwagen, maar die is niet geladen. Maar dan zie je ook dat er heel veel bijvangsten zijn, want ik zag al een paar van die hele grote krabben lopen. En hier zeesterren. Ja, ik weet niet of dat groot of klein is, maar het zijn best wel grote zeesterren nog. Nou, daar gaan we hoor. Best wel spannend. Nou, voor de eerste keer mag zo'n zak van boord, gaat die eroverheen. Van boord, ja, ik vind het best wel spannend. 1300 kilo die zak, dus het moet even goed gebeuren. Komt die paal? Oh, elke keer de verkeerde kant op. Ik geef hem gauw weer op. Ik schrok maar het Lazarus. Zo zie je dat weer. Je moet amateurs dat niet laten doen. Maar het is wel leuk om te proberen. Maar die knopjes, je hebt best wel veel knoppen hoor. En ze gaan allemaal alle kanten op. Ja, waarschijnlijk niet als je het gewend bent. Maar constant met die volle zak ging ik de verkeerde kant op. En nu wou ik hem heel rustig weghalen, ga ik weer de verkeerde kant op. Dus ik dacht, corrigeer hem. Ja, er zat geen gewicht aan en hij slingert alle kanten op. Fijn, gooi jij die klep even omhoog. Knippy, knippy, power! Ah! Ja, ja. Oh, hij is binnen hoor. Nou, jullie kunnen zien op de achtergrond, Paul die gaat de wagen van ons wegrijden en wij mogen nog even exclusief een rondje op de boot doen. We zijn nu in de stuurhut. Paul die moet nog even een keertje steken. We gaan nog even een keer. Dus we mogen even een rondje doen op de boot. Even kijken, het is best wel een dikke cockpit. Groot stoel hier ook. Niet verkeerd. Nou, het zit prachtig. Je kan alleen nergens bij. Ja, het gaat nog. Nou, super dik. We zijn even beneden in de machinekamer. Dat is zeg maar deels onder de living en onder de douche, onder de stuurhut. Best wel ver naar beneden in het schip, want we zijn al 2-3 trappen nu naar beneden met deze erbij. Nou, er ligt dus gewoon 2 keer een V12
om en bij 19 liter van Mercedes. Hier ligt er één en daar ligt er één. Ah, dat is wel bruut geweld hoor. Dat is een V8. Zo, we zitten! Loaded! Lekker! Loaded! Ik zie dat je de koelmotor ook aan hebt. Nou, dus we zijn geladen vanaf het schip. Koelmotor heb je 2 graden? 2 graden, ja. Lekker circuleren, proberen een beetje de kou in het houden. Dus niet dat je ze koud maakt. Oké. Okay. Want ja, ze zijn gewoon het watertemperatuur. Ja. Maar het is beter om gewoon lekker de koele lucht te laten circuleren door de bak. Oké. Okay. Toen jullie op het schip waren, heb ik even gehad de pieren gedaan. Deze heb ik van de schipper gekregen, dus een registratiedocument. Dat zijn natuurlijk mosselen. Oh ja, kweek, officieel, het zijn ja. Kweekdieren. Het zijn dus eigenlijk het zijn levende dieren, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Maar deze is alleen voor de schippen en voor de VWA. Maar onderweg hebben wij hier niks aan. Nee. Dus schrijven er zelf wel even CMR bij. Okay. Voor wie het is, van welk schip. En, keurig, dat is ja, het transporteur. Ah, prachtig. Dus nu gaan wij onderweg naar Ierseke. De hele auto zit vol. Ik mag rijden. We hebben alles geïnstalleerd, dus we gaan weer een dikke rit, Paul. We gaan hem maken. Ik heb er zin in. Super, we gaan. Too many days in the darkness. Without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared. But I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart, spend this time in your head. Paul heeft een vakkundige achteruit gereden, hebben jullie kunnen zien op de drone. Maar om ook even hier aan te stippen, hij heeft een dikke lichtbak van Schitron. Vroeg hij aan mij, vind je dat tof ik dat maak? Ik zeg, ja, hartstikke mooi. Ik heb het mondkapje op, dat is hier verplicht. Mijn eigen mondkapje. Jan Riedijk, die is hier ook even naartoe gekomen. Paul die heeft altijd ritten gereden voor hem. En hij is nou met de auto hier zelf ook, een dikke Volvo. Daar gaan we zo ook even kijken, als Paul leeg is. Dan gaan we ook proberen om een hapje te eten. Is wat lastig in deze tijd. En als we daarmee klaar zijn, dan gaan we lekker richting Noord-Holland. Kijk, ik heb jullie wel eens laten zien op mijn combi. Schuif ik hem altijd in, om dan die tussenkleppen tussen te doen. Maar Paul, en dat zagen jullie straks ook, daar moet je een beetje kracht voor hebben. Paul is een hele sterke vent. Hoe langer dus die klep wordt, hoe zwaarder die ook wordt. En wij hebben dus voor wat handzamer kleppie gekozen, dus dat die klep gewoon makkelijk erin en eruit gaat. Maar Paul heeft een hele lange klep, dus die hoeft hem ook niet in te schuiven. Ene kant relaxed, en de andere kant is iets zwaarder. Hey, dit is niet normaal hoor.
Het is 1300 kilo per zak. En het zijn er 12, gek. Dit zijn 12 lege Big Bags. Die komen uit Paul's auto. Die zijn dus al leeg gesneden boven deze bakken. En in deze bakken worden ze bewaard en tevens meteen schoongespoeld. En als ze schoongespoeld zijn, dan gaan ze weer naar de productie. Want mosselen kan je dus niet droog bewaren. Die moeten altijd onder water staan. In deze twee containers komen dus de mosselen uit onze vrachtwagen. Het zijn gewoon nog dichte mosselen met schelp en al. Kijk, en je ziet hier nog een grote krabber ook in zitten. Die kan je misschien nu wel filmen. Kijk, dit is een levende knijpie. Zal hij hem nog pakken? Knijpie. Nou. Hij mag eens zwemmen. Zo, als je dacht dat we net de grote krab hadden. Ja, hij probeert wel te knijpen hoor. Hey. Die scharen die zijn wel plat gelegd, want die worden met een injectie. Dan kunnen ze niet meer knijpen ermee. Maar die achterpootjes die werken nog prima hoor. Hou me vast jongen. Ik ga hem even van de bovenkant vastpakken, zou ik zeggen. Nou ja, ik ben blij dat ik handschoenen aan had hoor. Hey. Mijn hele mondkapje zit op mijn rug. Goeiedag, Marie. Die pootjes zijn lam gelegd. Nou, klus er nog twee. Het was een paal. Knippie Kuipers on tour met Paul Immink. We gaan hem hier afsluiten. Alle wagens zijn leeg. En er zijn nog een paar hele dikke wagens bijgekomen ook. Nou, dikke dag gehad. Paul, in ieder geval alvast bedankt. Mooi dagje, Pik. Zeker ik heb weten. Genoten. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben. Sowieso, ja. Ik vond het echt een plezier. Dus, en wat heb je nou geleerd vandaag? Een mossel is pas geld waard als hij bij een zeeuw is geweest. Zo is het. En zo sluiten we af. Iedereen bedankt voor het kijken. Vond je het een toffe video? Doe even een duimpje omhoog. Ben je niet geabonneerd? Doe dat even. Doe je een belletje. Dan blijf je ook op de hoogte van nieuwe video's. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. De mossel! Hij is hard hoor.